persoonlijke groei. Ja. Eigenlijk dus bewustwording. En het indirect effect van jezelf beter kennen is ook dat je daardoor beter verkoop zult kunnen doen. Dat je daardoor nog fijnere gesprekken hebt met... Je hebt in elke meeting heb je een voorsprong. Klopt. Als je gebruik maakt van video. En hoe meer mensen jou kennen, en dit zou Grant Cardone ook zeggen, hoe meer je kunt verkopen. Ja. En het gaat niet om deze ene video, het is altijd het grotere plaatje. Precies. Daar gaan we weer. Vandaag gaan wij op pad met Marco Bajic. Hij is een online marketeer. Hij is iemand die heel veel in beeld komt op LinkedIn. Ik volg hem al enige tijd. Een hele expressieve jonge man die graag vertelt wat zijn visie is op bepaalde zaken. Uitgesproken mening, dat vind ik wel heel mooi. Dus ja, we gaan zo direct meer van hem horen. Marco Bajic. Daar zin hem al hebben. Jermaine. Hallo, goeiedag. Hey. Neem plaats. Elleboog, man. Hey. Leuk je te ontmoeten. Ja, nee, zeker. Wat mij betreft wel. Super. Het is natuurlijk lastig 1,5 meter afstand te houden in een auto. Maar, ja. Ja, leuk. Leuk, man. Gezicht cool. In real life. Ja, eindelijk. Ja. Hoe lang volgen we elkaar nu online? Misschien 2 maanden eens? Ja, precies zoiets. Ja. Gaan we rijden. Iemand achter ons die wil ook vandoor. Hé, hey, maar ik zie je normaal dus op beeld. Ja. Dus het is niet nieuw voor mij, hè, want ik ben al gewend je te zien, maar nu dan in real life. Ja. Ik ben heel benieuwd, Jermaine, wat voor effect heeft dat op de meeting die we nu hebben? Omdat je mij al op camera hebt gezien. Een positief effect. Eigenlijk een gevoel alsof ik je al ken. Een gevoel alsof ik je dus al vaker heb gezien. Ja. En is dat ook eigenlijk wat je probeert daarmee te creëren? Wat is jouw doel met video marketing? Want jij doet daar heel veel mee. Ja, precies. Kijk, kort gezegd, ik wil in Nederland, en België en uiteindelijk de hele wereld, vol zelfverzekerde mannen en vrouwen op camera. Ja. Die een ander met een simpele videoboodschap weten te inspireren, maar ook hun videomarketing goed weten in te zetten. Ja. Op verschillende social media. En waarom wil ik dit? Is dan eigenlijk de volgende vraag. Waarom zou je in Nederland vol zelfverzekerde mannen en bla 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 willen? Precies. Kijk, als onzeker tienerjongen kwam ik wel eens video's tegen van andere mensen. Die mij inspireren om misschien te gaan sporten, iets aan mijn gezondheid te doen. Ja. Ik weet dat er ook wel burn-out coaches zijn die anderen helpen van het burn-out af te komen. Ja. En stel je voor, je zit daar dan om 2 uur 's nachts. Toen ik nog heel veel gamede in mijn tienerjaren. Ja, games zoals Mario, Zelda. Oh, heerlijke Zelda, een van mijn favorieten. Heb ik toevallig vorige week nog even gespeeld met mijn zoontje. Oké, op de Nintendo Switch. Op de Switch, ja. Okay, ja heerlijk, man, heerlijk. Ja. Altijd leuke dingen. Ja. Maar ik werd geïnspireerd om iets van mijn leven te maken. Ja. Ik werd wel de volgende dag wakker en er kwam niet veel van, maar ik weet wat de kracht van video kan zijn. Ja. Weet je, dus misschien ken jij ook iemand naar wie je kijkt en die jou inspireert door zeker, video's. Zeker. Weet je, dus is iets heel serieus. Zeker. Wat ik ook soms wat lichter over wil brengen. Ja, nou, maar dat doe je heel goed. Ja, ik volg bijvoorbeeld ook mensen zoals ik zeg maar wat Tony Robbins, die is natuurlijk overal in beeld. Ja, ja. Je hebt bijvoorbeeld een Grant Cardone, dat is meer een ondernemer die dan in vastgoed zit. Mm-hmm. Maar hoe wil jij dat realiseren? Want dat lijkt me best een pittige doelstelling. Mm-hmm. Daarvoor moet je sowieso zelf heel veel werk gaan verzetten. Ja. Hoe wil je dat aan gaan pakken? Wat is jouw strategie daarin? Nou, op dit moment zijn we bezig met het uitbreiden van een team. Ja. Bijvoorbeeld een vrouw genaamd Andrea. Ook heel veel ervaring in haar eigen vakgebied. Ze helpt mensen gelukkiger te leven eigenlijk. En dat is ook een hele mooie combinatie met Reconstructed. Ja. En zij gaat dan de Duitse, want ze spreekt ook Duits, okay, en de Engelse markt beginnen uit te breiden. Okay. Want daar is het concept nog wat minder bekend. Het is echt 4 weken lang 1-op-1 online begeleiding. 4 weken achter elkaar? Okay. Ja, om echt koning of koningin op camera te worden. Dat vind ik echt een mooie slogan eigenlijk. Ja. Koning op camera, koningin op camera. Ja. Wow. Er is echt geen dienst zoals deze. Die is echt niet terug te vinden. Nee. Weet je wat ik ook wel mooi vind? Want je was dus zelf, even terug naar jou, je was zelf onzeker, zeg je, als tiener. Ja. Hoe heb je dat dan opgelost? Want om te gaan van onzeker naar koning voor de camera, dat is like, dat zijn de twee uitersten. Ja. Dat zijn de twee uitersten. Hoe is dat tot stand gekomen? Wat voor punten heb jij bereikt dat je dacht van, ik wil hier iets mee doen? Ja, ja. Dus hoe dat tot stand is gekomen en het punt van wanneer ik achterkwam, hier wil ik iets mee gaan doen, dat was een avontuur op zich. Okay. Want het begon met
ik weet nog, ik moest voor mijn ouders wel eens wat regelen. Ja. Van hey, want anders spreken ze de Nederlandse taal in ieder geval, die sprak ze toen niet nog heel goed. Okay. En toen zeiden ze van hey, bel even om iets te regelen voor stroom of weet ik veel wat. Of een abonnement wat we hebben. En ik was aan de telefoon en nadat ik had opgehangen, zei mijn zus tegen mij: je klinkt helemaal niet zoals jezelf. En ik zei: hoe bedoel je? Ik was echt zo aan het mompelen, weet je. Toen was ik aan de telefoon. Wow. Zo heel ingetogen. En wow. Het allereerste wat ik ging doen, en er zijn drie dingen die ik heb gedaan om daar vanaf te komen, is datgene doen wat ik heel erg haatte. Ja. Weet je? Ja. Dus meen, dat was sales, gewoon verkoop. Wow. Mensen bellen die niet op jou te wachten staan. Cold marketing. Ja, cold marketing, cold calling. Cold calling, ja. En dat was het allereerste. Bewust ervoor gekozen of kwam dat uit noodzaak? Of hebben we echt gewoon gezegd van ik wil dat gaan doen? Ja, ik wilde dat gaan doen, niet omdat ik diegene was die altijd al wist wat hij wilde doen. Zoals mijn vrienden, een van hen wist altijd, ik wil elektrotechneut worden, de andere advocaat, etcetera. Ah. Ik had geen idee. Ik heb trouwens HBO gestudeerd, misschien handig qua achtergrond. Welke richting? HBO International Business. Dus dat sluit dan aan. Ja, en vier internationale bedrijven mogen werken, veel over marketing en communicatie ontdekt. En dat was ook de overslag naar, als ik het goed zeg, naar videomarketing. Dus sales hielp heel erg. Ik ging alleen naar Duitsland toe, naar Hannover. Wow. Dan moesten we dan als onderdeel van de studie stage lopen. We moesten stage lopen. Er was wel een moment, trouwens, niet echt de straat op, dat ik de straat op was gegooid. Want ik heb daar in drie verschillende huizen gewoond. Ja. En er was in een van die huizen dat ik gewoon weg moest. Wow. En dat is wel een wat, misschien een wat langer verhaal. Ja, ik vind het leuk. Deel het. Ja, wat nu iets zegt. Is er niks gebeurt voor geen reden. Ja, niks voor niets. Ja. En het was een groot onderdeel van mijn ontwikkeling daar. Omdat ik naar beurzen ging. En dat ze mensen belden die ik niet kende. Ik dwong mezelf datgene te doen wat ik niet wilde. En dat was in het Duits praten. Puur om te kijken, hoe ver kan ik gaan? Kan ik hier beter in worden? En dat zorgt voor hele ongemakkelijke gesprekken. Ja. Je doet iets waar je niet comfortabel bij bent, in een taal waar je niet comfortabel bij bent. Ja. You're like, hey, je wilde echt groeien, je wilde echt verandering. Je wilde echt, Ja, onbewust wel. Ja. Want toen ik later na die 7 maanden in Hannover terugkeek, wist ik dat er hier wel een grote verandering plaats was. Ja, precies. Ja. En je begon met drie dingen. Dus één ding, dat heb je net al uitgelegd. Wat nog meer? Het tweede was toch tegen onbekenden praten. Ja. Of je kunt het ook wel noemen meiden versieren en blauwtjes oplopen. Dus in de club loop je naar jouw droomvrouw toe. Je spreekt haar aan. Je praat met de uitsmijter, wat helpt met de warming up. Ja. Voordat je natuurlijk naar je droomvrouw bij wijze van afstap, toestap. Okay. En dus echt tegen onbekenden praten, ook zelfs hallo zeggen tegen mensen die je op straat tegenkomt. Puur omdat je even oogcontact hebt. Ja. En dit begon eigenlijk als grap. Okay. Met een hele goede vriend van mij die ook Zelda speelde, ook Mario. Door hem ben ik een beetje verslaafd geraakt vroeger. Overigens heeft die vriend ook echt een heel zwaar verleden. Ik ken hem van het gamen, supergoede maten. Ja. Hij heeft ook schildklierkanker gehad. Oh. Nadat zijn ouders waren gescheiden en hij daarvoor nog een klaplong had gekregen, zonder enige reden. Dus drie ongelukken in zijn leven. Dus weet je, En hij leeft nog. Wow. En ik heb zo'n groot respect voor hem. Bijzonder zeg. En met hem dus ging ik in mijn tienerjaren, waar ik 14, 15, 16, hallo zeggen tegen mensen. Gewoon voor de grap. Dus je komt iemand tegen op de fiets. En je hebt oogcontact. Weet je wel, echt op zo'n rare, een beetje gekke manier. Een beetje om mensen te prikken. Precies. Ja. Oh, wow, man. En ze zeiden heel vaak geen hallo terug. Want Dat is een beetje awkward voor hen. Ja, een beetje awkward. Ja. Twee jonge mannen die dat zeggen. Maar sommigen zeiden het precies op dezelfde toon ook terug. Van die 50-plussers die denken. En zo was het de hele tijd back and forward. Je zei maar lachen. Maar ik, 15, 16 en toen dacht ik, ik ga dit voortzetten. Ja. En ook alleen wil ik over straat lopen. Ja. Dus ik heb wat oogcontact met mensen en ik zeg hallo en in 8 van 10 gevallen werd ik genegeerd. Okay. Ik zei vaak, hoi, hallo. Hallo. Ja. Nu is het andersom en dat kost wel wat tijd. Nu word ik 8 of 9 van 10 gevallen niet genegeerd. Nee. Ik had wel een moment, dat was 2 maanden geleden, dat iemand het niet hooi terug zei. Ja. En dat ik tot het besefmoment kwam, hey, het maakt me niet eens uit. Nee, precies. En ik respecteer dat en dat mag ook. Precies. Je hoeft ook niet hooi terug te zeggen. Ik hoef niet iets terug te verwachten, is het idee hierachter. Nee, precies. En
En dat is nummer 2 ook. Oh, mooi man. Ja, dus tegen onbekenden praten. Ja. Echt gewoon kijken op wie val je. Ga ervoor. Elke keer weer. Tof man. Ja. En wat is het gekste wat je daarin hebt meegemaakt, ben ik dan wel benieuwd. Nou, als je dat wilt delen, hè? Ja, in het tweede gedeelte. Ja. Dus niet de sales, maar meer de deel 2. Onbekendes. Ja. Dan zie je een prachtige vrouw en je denkt van ja, man, wow. Ja. En dan? Wat is er gebeurd dat je zegt van hé, dat was echt extreem? Een reactie die je totaal niet had verwacht misschien, ook in de positieve zin. Ja, kijk, weet je waar we wel eens vanuit gaan? Dit heeft ook indirect te maken met video presenteren. Ja. Dat wanneer we een goede klik hebben met één persoon, ja, dat we daardoor de kans met de anderen verspillen. Ja. Dus hey, je bent in de club, je staat met een mooie dame of een mooie man te praten. Dan denk je aan de andere, als ik voor die ga, laat ik de rest vallen. Ja. Die avond toen ik in Amsterdam was, was dat niet gebeurd. Okay. Was het dan niet gebeurd, want ik praatte met de ene, en daarna met de tweede, de derde, de vijfde. En ik had met iedereen een goede klik. Ik kon met iedereen dansen en uiteindelijk kon ik zelfs uitkiezen met wie ik wilde gaan. En ik kreeg wel leuke complimenten die ik niet had verwacht. Ik weet niet hoe zo'n rapper heet. Je hebt Eminem, een van de niet eerste witte rappers, maar je hebt ook iemand voor hem, Vanilla Ice. Vanilla Ice. Ja, iemand zei van, dat had ik niet verwacht. Want ik kan me niet bij voorstellen. Ja, ik weet je op Vanilla Ice, zo, misschien om hoe ik aan het dansen was. Nee, dat had ik niet verwacht. Maar heerlijk man. En dit bevestigt echt ook met video, als je dit koppelt aan video. Precies. Je laat jezelf zien, elke keer komt er een nieuwe persoon. Ja. En daar doe je het voor, niet voor die ene met wie je al een goede klik hebt. Nee. Wauw man, mooi. En dat je inderdaad dus ook met meerdere mensen gewoon een klik kan hebben zonder dat je die andere per se kwijtraakt. Want dat is vaak de angst voor mensen. Ja, dat kan echt, zolang je iedereen gewoon open en oprecht behandelt. Precies. Ja. Sterker nog, ik denk zelfs aan je uitingen, hè, wat ik ook al eerder heb beseft. Je bent iemand met een uitgesproken mening en dat vind ik heel mooi. Mm-hmm. Waarmee je dus het risico, even zo gezegd, loopt. Dat je dus volgers, of in ieder geval de intensiteit met bepaalde volgers kwijt zou kunnen raken. Ja. Maar ik denk juist doordat je dat doet, dat je juist nog sterker bent. Ja. En dat vind ik echt wel mooi om te zien. Dat zie ik terug op jouw pagina. Dat is ook de reden dat ik dacht van, ik wil heel graag een keer hier voor deze camera ook hebben. Ja. En dat je ook jouw verhaal vertelt, dat vind ik prachtig. Ja, heel erg gewaardeerd. Ik voel me echt vlijt. Dankjewel. Ja, maar leuk. Ja. Maar nummer 3, ik ben benieuwd. Wat was het derde wat je gedaan hebt? Ja, Jermaine, nummer 3 is nog een stapje verder gaan. Nou, ik heb eerder gezegd, HBO afgestudeerd, binnen 4 jaar gelukkig. Ja. 4 internationale bedrijven mogen werken. Ja. Veel over marketing en communicatie ontdekt. Ja. En toen was het helemaal video. Dat is ook wel iets heel interessants. Ja. Ik had al wel wat video editing vaardigheden. Dus hoe dat in elkaar zit, hoe je dat het best kunt bewerken. Maar de kwaliteit van de video, dacht ik, is niet zo belangrijk als de kwaliteit van de persoon in de video. Klopt. Want ik had ook wel wat video's die ik keek van, je had het over Tony Robbins. Ja, ja. Je hebt ook bijvoorbeeld Jordan Peterson. Ja, nee, die ken ik niet. Een Canadees klinisch psycholoog. Oké. En hij baseert zijn studie ook veel op zijn eigen praktijk. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring daarin. Oké. En ook op wat psychologen zoals Carl Jung. Ja, maar dat is dan zijn expertise. Precies. En ik keek naar zijn video's en dat was echt rotkwaliteit. En ik dacht, waarom luister ik naar hem? Waarom kijk ik alsnog hiernaar? Ja. En dat had te maken met dat zijn karakter heel sterk was. Ja, oké. En in 2018 ontmoette ik ook een videotrainer genaamd Yuen. Oké. Hij had al 3 jaar ervaring in video. Ja. En ik ging met hem samen aan de slag met video. Oké. Veel van hem ook mogen leren. Ook veel connecties opgebouwd in de tussentijd. Tof. En toen was het in 2019 officieel echt de dienst 4 weken lang online. Na vallen en opstaan, na testen. Ja. Hoe anderen het ervaren. Precies. We hadden een strak schema voor 4 weken om echt een koning op camera te worden. Dat is echt tof. Of een koningin. Dus echt werken aan je karakter. Ja. Storytelling technieken. Precies. Maar ook hoe je dit op LinkedIn, Instagram of TikTok effectief kunt inzetten. Oké. Voor je videomarketing. En doe je dat in een samenwerking met of werk je voor jezelf? Hoe ziet jouw situatie zeg maar wat dat betreft eruit? Ja, ja, we hebben wat partnerships. Oké, partnerships. Ja, partnerships. Mooi. En voornamelijk is het een klein groepje mensen die dan één op één de ander helpen. Precies. 4 weken lang online. Tof. Ja. Heel mooi man. Ik denk dat heel veel mensen daar echt wat aan zouden kunnen hebben. Ja. Het is echt werk aan je karakter. En voor mij was het in 2018 ook spannend om voor de camera te staan. Ja. En dat is ook nummer 3. Ja. Naast sales, naast tegen onbekenden praten. Ja. Of meiden, hoe je het wil noemen. En als derde toch echt jezelf op camera ontdekken. Oké. En ik denk dat hoeveel kennis we ook hebben. Ja. En hoeveel nieuwe kennis we ook opdoen en ook toepassen in ons dagelijks leven. Ja. Dat je jezelf nog steeds niet goed genoeg kan kennen. Nee. Als je
nog geen video heb opgenomen. Klopt, klopt. Daar ben ik zeker met je eens. Dus we gaan echt aan de slag met het karakter. Ja. De storytelling technieken en de technische kant. Kijk, video editen, dat komt wel. Ja, dat is niet de prioriteit bij ons. Nee. Dus echt de persoon van hoe eigenlijk zichzelf spiegelen voor de camera. En terugkijken van, hey, hoe kom ik over? Ja. Dat soort dingen denk ik dan, ja, toch? Ja, stel je voor je gebruikt een aantal stopwoorden. Ja. Je zegt vaak je moet. En dan denk je, nou, dat kan de ander niet fijn vinden. Ja. Dus kun je alternatieven gebruiken zoals, het is handig om. Of wat ik zou aanbevelen. Ja. Of als ik in jouw schoenen stond, dan zou ik een zus doen. Ja. En dit is niet alleen voor video, heel belangrijk. Ja. Maar ook voor je persoonlijke en zakelijke relaties. Ja. Dus je wordt gewoon een veel sterkere spreker als je zelf kent. Als iemand zegt, je doet je wenkbrauw omhoog wanneer je het hebt over je moeder. Dan zeg je, ja, dat weet ik. Weet je wel? Precies, dat je heel bewust bent. Je bent heel zelfbewust geworden. Ja. Hey, en als je het grotere plaatje dan bekijkt. Hè? Want jij hebt dus nu die missie. Die doelstelling wat mooi is en het is een uitdagend doel. Ja. Maar wat zou jij over het algemeen, als je dat kort zou moeten samenvatten, willen meegeven aan deze wereld? Ja. Jij bent Marco Bajic, als ik het goed uitspreek. Perfect man, ja, ik doe het heel cool. Ja. Wat zou jij willen meegeven aan deze wereld? Als jij, you make your mark. Ja. Wat zou dat moeten zijn? Mensen praten later over jou. Wie is Marco? Wie is Marco Bajic geweest? Wie is hij? Ja. Precies. Wat zou ik beeld? Of wat voor bericht zou ik dan inderdaad willen meegeven? Wat zou je willen meegeven? Wat is dat? Ja, en ik denk dat ik ook direct in de camera jezelf ga kijken. En kijk, ik weet niet of jij wel eens online kijkt naar personen in video's. Mocht dat influencers zijn, mocht dat andere mensen zijn die jij leuk vindt. Ga erbij na. Denk erover na. Hoeveel helpen die mensen jou dagelijks? Je had het over Grant Cardone, misschien Gary Vee, Jordan Peterson en Tony Robbins natuurlijk. Maar misschien heb je ook helemaal andere mensen die jij kent. En ik wil dat je inziet wat de impact kan zijn van video op iemand anders leven. En daarna ook wat voor impact het heeft op je persoonlijke persoonlijke groei. Ja. Eigenlijk dus bewustwording. En het indirect effect van jezelf beter kennen is ook dat je daardoor beter verkoop zou kunnen doen. Dat je daardoor nog een fijnere gesprek hebt met... Je hebt in elke meeting heb je een voorsprong. Klopt. Als je gebruik maakt van video. En hoe meer mensen jou kennen, en dit zou Grant Cardone ook zeggen, hoe meer je kunt verkopen. Ja. En het gaat niet om deze ene video. Het is altijd het grotere plaatje. Precies. En zo kunnen mensen via... Ik heb al eens een moeder via Instagram die zegt, hey, je zit in onze groepsapp. Ja. Van vrouwen die erover praten. Nou, en daar zit ook mijn doelgroep tussen. Precies. Maar een vader die zegt ook, mijn zoon die kijkt naar jou en dat is dan ook weer mijn doelgroep. Precies. Dus zo, video draait niet alleen om kennis delen ook. Ik zou ook wel willen meegeven, speel met sensatie, humor, schoonheid delen. Precies. En maak echt gebruik van video. Maak er gebruik van, want als je nu niet doet, waar sta jij dan als ondernemer over 5 jaar tegenover jouw concurrent? Krachtig. Ja. Dankjewel Marco. Super. Ik vond het een heel waardevol gesprek. Ja. Ik vind het fijn dat het ook lekker zo gelopen is. Je hebt je verhaal verteld. Je hebt laten zien aan de camera en aan de mensen laten horen waar jij voor staat. Wat je doet, wat je verhaal is. En dat is het mooiste eigenlijk in deze ondernemersverhalen reeks. Ja. En ik hoop je graag nog een keer te zien en te spreken. En dan gaan we het er verder nog over. Heb ik sowieso mijn visitekaartje ook meegegeven. Ja. Dit is vanuit Employ Yourself. Cool. Het is mijn core business, daar gaan we de volgende keer over hebben, maar vandaag ging het over jou. Leuk. Dus nogmaals bedankt voor de tijd. Ja. En we houden contact. Super bedankt Jermaine, echt heel uniek, zet dit sowieso voort. En, zeker. Ik ben benieuwd wat de volgende speciale gasten komt. Zeker weten. Hey, super, top. Fijne dag. Fijne dag nog hè. Doei doei. Hoi hoi. Yes, dat was dus Marco Bajic. Heel mooi, hele mooie ondernemer, ondernemende jongeman, met een mooi verhaal. Een heel duidelijke story van wat hij wil met zijn leven. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten.